En Guimardo Cromosuto, directeur van de Surinaamse Postspaarbank, heeft gisteren in Dallas de World Client of the Year Award 2018 van de organisatie Leadership Management International, LMI, in ontvangst genomen. LMI helpt organisaties en bedrijven wereldwijd om betere leiders en managers te vormen. De topman van de Surinaamse Postspaarbank kreeg de prestigieuze onderscheiding vanwege het vernieuwde leiderschap, waarmee hij sinds zijn aantreden op 15 januari 2015 leiding geeft aan de bank. Het invoeren van een nieuwe huisstijl was een van de eerste handelingen van de SB-directeur. Ook werden Monicarta ontwikkeld, een prepaid pinpas voor de uitkeringen van het ministerie van Sociale Zaken, Volkshuisvesting. In 2019 wil Cromosuto de diensten verder decentraliseren door outlets te openen in Komowijnen, Wanica, Brokopondo, Marowijnen en in het district Nikeri.